Eddie Keur. Ready for Eddie Keur in de middag. Eddie. 3FM. Muziek van drie decennia geleden, maar het klinkt als gisteren, hoor mensen. Daar zijn we weer. Daar gaan we weer om 4:10 met een kakeltje, kakeltje. En welkom. Zo is het ook. Lekker. En ook namens Thomas Hakker zeg ik... Goed dat je er weer bij bent. Het wordt een leuke show, vrienden. Dat weten we nu al. Zometeen gaat Thomas alles vertellen over de inhoud. Want deze show getiteld Keur in de middag. Daar zijn we dan. Hi, schat. Hallo, schat. Daar zijn we weer. Een beetje actief begonnen, maar dat mag ook. Eventjes Floris Molenaar bedanken, die natuurlijk een show heeft gedaan. Even applaus. Beter dan je demo. Ik moet je zeggen, je hebt het goed gedaan. Dankjewel. Dus, want jij komt natuurlijk van Kiks af. Nee, van de nacht van 3FM. Ja, je hoort me altijd als je moet plassen s'nachts. Ja, ik hoor jou s'nachts, ja. Ja, en dan hoor ik jou af en toe en dan denk ik van zo, doe er gelijk even een bootje bij. Steven van der Voet is op vakantie, mensen. Dat kan de show alleen maar te goede komen. Prachtige jongen. Dame in de studio voor mensen die meekijken via de beeld. Ik wil het wel even over een vriendin van mij hebben. Oké. Okay, ja, die is van de man af, mensen. Oh. Vriendin van mij. Een vriendin van mij. Ja, zeker, ja. Een vriendin van mij. Verdikken me, dat vond ik toch wel heel erg sneu. Ze was heel lang met hem. Ze is nu alweer 3 maanden vrijgezel. Dan gaat het een beetje jeuken natuurlijk. Bij haar tussen de benen natuurlijk. Dus dan sla je de hand een beetje aan jezelf. Ja, wat ik al zei, als je 3, 4 maanden vrijgezel bent... ja, dan mis je toch een beetje die fluit. Ja, daarom. Dus af en toe heeft ze daar een kaarsje voor genomen. Het is toch niet goed afgelopen, want dan schijnt ze toch door de kaars... heeft zij een geslachtsziekte opgelopen. Nee. Ja, weet je hoe dat kan? Nee. Dat was een druipkaars. Ja. Ik kan toch niet...